Journalisten dan de miti aan minister Kenneth Amoksie voor Justitie en Politie, a poitavasi. A vraag de action na fai denki abatoli fu Asawini, bika agiwa verklaring ving, man yon sumang, de wani fifi en mofete. Ko uluku fa takia wa. Inderdaad, ik ga inhoudelijk niet ingaan op de case, omdat de president ook nog gisteren is uitgekomen hierover. En welke stappen, trajecten er zullen komen met betrekking tot deze case. En dat ik niet ben uitgekomen. Kijk, over en weer werd er zoveel gezegd. En meestal gaat men ervan uit, de beleidsmaker heeft het mis. En ik heb ook de berichten gevolgd. Ik heb ook aangegeven eerder dat vanwege de veiligheid van de politieofficieren die mee waren gegaan, die politieambtenaren die mee waren gegaan, en ook van de veiligheid van mevrouw Edenburg, ben ik dus doende het proces, ben ik dus niet uitgekomen. Maar niet dat we niet met de pers willen praten. Er is een traject geweest bij de rechter. Ook daar heb ik aan deel genomen. En na die zitting is er een bericht gelanceerd bij volgens mij bij een van die volgens mij bij stadions en zo. En daarop heeft de staatsadvocaat daarop heeft hij gereageerd. Dus voor dat moment vond ik dat de gemeenschap genoegzaam was geïnformeerd daarover. Waarom is er niet eerst naar acties gevraagd voordat die stap is ingezet om die mevrouw uit te zetten? Want nu wordt er aangegeven dat er adviezen worden gevraagd hoe om te gaan met deze kwestie. Waarom is dat niet eerst gebeurd? Kijk, er is een bepaalde procedure en u trekt een conclusie dat er geen adviezen zijn gevraagd. De instanties die in beeld zijn gebracht, het Openbaar Ministerie, de Vreemdelingenpolitie en de minister, het Ministerie van Justitie en Politie. Die actoren hebben gehandeld. Dus als u stelt dat er geen adviezen is gevraagd, is dat bezijdens de waarheid. De juiste procedure. De president heeft aangegeven dat hij niet gaat vragen naar adviezen. De president mag adviezen vragen. Dat is het traject dat is uitgezet. Van mijn kant heb ik het een dossier met resume ter beschikking gesteld van de president. Dus u kunt, en de president mag adviezen vragen als de president aangeeft dat er een functionaris is benaderd, een instantie is benaderd, dat is de agent van de staat is benaderd om hierover adviezen te geven, dan moeten we dat advies afwachten. Minister, van de minister dat de juiste stappen zijn gevolgd? Ik heb een. Daarover ga ik wat het boekje voorschrijft, die dingen heb ik gevolgd. Dus als misschien procedures en dergelijke. Kijk, elke zaak ga je op een bepaalde manier benaderen. Je kijkt ook naar de algemene situatie in het land. We hebben bijvoorbeeld 17 februari gehad. We hebben Pikin Saron 2 mee gehad. Dus we kijken naar al die omstandigheden. Was het dringend om die mevrouw op deze manier uit te zetten? Dus kijk naar de situatie. Ik heb voor u aangehaald 17 februari. Ik heb voor u aangehaald 2 mei. Het zijn allemaal omstandigheden die bekend zijn bij u. Waarbij er slachtoffers zijn gevallen. Waarbij er zelfs op 2 mei zijn er zelfs doden gevallen. Er zijn granaten en dergelijke geworpen. Dus gaat u maar zelf na. Moeten we mevrouw Asawini typeren als crimineel? Daarover ga ik geen oordeel vellen. Die mevrouw is... Wat verstaat u eigenlijk als crimineel? Als een persoon, ik ben geen rechter, ik veroordeel niemand. Als een persoon bijvoorbeeld verbloedt aan bepaalde kwalificatie, als we bijvoorbeeld praten over de nationale veiligheid, als we praten over het bedreigen van de orde en rust, u wil die mevrouw een attachment aansmeren van. Juist, dus dan moet u nagaan. Dat moet u nagaan welke kwalificatie u haar wil geven. Was de staatsgevaarlijk? Ziet u nationale bedreiging van de nationale veiligheid, bedreiging van de orde, openbare orde en rust, niet als staatsbedreigend? Ik vraag het u.
Maar dat heb ik aangegeven. Dat is aangegeven. Dat zijn die gronden waarop de uitzetting is berust. Minister, met betrekking tot dezelfde case van mevrouw Asawini, de Nederlandse ambassadeur heeft aangegeven dat zij helemaal erkend en gekend zijn in de case. En als de Nederlandse ambassadeur dat zegt en u zegt het tegenovergestelde, wat moeten wij als samenleving dan denken over hoe zaken daar zijn verlopen? Want u zegt, u heeft gehandeld aan de hand van wet van het volgens dat. Ik heb gezegd, ik ga inhoudelijk niet in op de case, omdat ik een dossier ter beschikking heb gesteld van de president. En de president heeft 2 weken gevraagd om zich te laten adviseren daarover. Alles wat is gebeurd, alle handelingen zijn verwoord in bijvoorbeeld in mijn resume. En de president zal dat laten meenemen, heeft hij ook al gedaan, om aan te bieden aan de agent van staat om met een advies te komen. Hoe staat het met de case cyanide? Uw collega heeft net aangegeven dat u moet aangeven wat het onderzoek is en wat er verder gaat gebeuren. Daarover zal ik nader overleg hebben met het Openbaar Ministerie. Vanmorgen nog heb ik een brief daarover ontvangen. Jullie praten over cyanide. Laat mij aangeven dat er geen cyanide is aangetroffen. Er zijn materialen aangetroffen waarin delen van cyanide zou kunnen voorkomen na inzetverwerking via een bepaald proces. Cyanide wordt gebruikt bij de goudmaatschappijen. Dat wordt legaal ingevoerd. IM Gold en Newmont. Daar wordt cyanide, pure cyanide, ingevoerd en gebruikt. Is het voorval van cyanide is gebeurd? Is er controle op chemicaliën? Ik zou dat wel willen bevestigen, omdat eergisteren of gisteren nog zijn er 2 verdachten aangehouden bij wie chemicaliën is aangetroffen. Dank u wel.